Donderdag 8:55. Dit is Netwerk. Dames en heren, goedenavond. 60 jaar en nog lang niet met pensioen. Integendeel, Freek de Jonge doet er een schepje bovenop. De Nestor van het moderne cabaret viert zijn verjaardag met een serie van 15 nieuwe voorstellingen. En vandaag verschijnt zijn roman Door de Knieën. Daarin schrijft Freek openhartig over zijn leven, zijn emoties en zijn twijfels. In Netwerk een gesprek met de geëngageerde komiek die humor in de strijd gooit voor een betere wereld, maar tegelijk zijn idealen bedreigd ziet door zijn roem en rijkdom. Over de wiegedood van zijn 3 maanden oude zoon en de liefde voor zijn vrouw Hella. Kijkt u naar een interview van Karel van den Berg met de jarige komiek. Wie ben je nu eigenlijk, vroeg het publiek. Ik, zei de gek, ben de komiek. Ik heb in al die jaren maar 1 werkelijke drijfveer gehad. Blijven spelen. The show must go on. Dat is mijn alibi. Daarom kon ik ook niet zeggen wat er gezegd moest worden op die avond van de verkiezingen. Ik vreesde de afgang, omdat ik niet zou beantwoorden aan de verwachtingen van het publiek. Freek wordt 60. En in plaats van achterover te leunen, begint de komiek direct na zijn verjaardag op 30 augustus met de serie De Vergrijzing. Een marathon van 15 verschillende voorstellingen in 15 weken. En hij schreef het boek Door de Knieën, een sterk autobiografische novelle. Want net als de schrijver is de ik-figuur een succesvolle komiek. Zoon van een dominee, getrouwd met een vrouw van Joodse komaf, en hebben zij een 3 maanden oude zoon verloren. En net als Jork, het overleden kind van Freek en Hella de Jonge, is het zoontje in de roman op Texel verwekt, gestorven en begraven. Freek de Jonge maakt de balans op aan de hand van wat de hoofdpersoon in zijn roman vertelt. Onverzadigbare aandacht en allemans vriend. Het lijkt wel een zelfportretje. 60 jaar en veel mensen nemen dan gas terug. En Freek de Jonge geeft gas bij. Waarom is dat? Ja, ik krijg eigenlijk steeds meer in de gaten wat ik wil zeggen. En ik voel dat ik een hoop weg kan laten. Ik heb zeg maar het succes gehad wat ik wilde. En kan nu toekomen aan echt op te schrijven en te zeggen wat ik noodzakelijk vindt. Maar als je weet wat je wilt zeggen, vat het dan in 1 show en voer die 1 jaar op. En nu komen er 15 voorstellingen in 15 weken. Ja, dat zijn ook raadselachtige dingen. Ik bedoel, je kan zeggen, als je weet wat je zeggen moet, zeg het in 1 zin. Zo ligt het niet. Het is een combinatie van nog altijd ambitie. Ik wil laten zien dat ik dat kunstje beheers. En daarnaast is er een wonderbaarlijke aanvoer van materiaal. En ja, waar die precies vandaan komt, dat is ook raadselachtig. Preken vond ik niks. Zondagschool was leuker. Vooral als er een zendeling kwam om te vertellen wat hij in de jungle meemaakte. Ik moet u zeggen dat mijn eerste gedachte op 11 september was, en de dagen daarna toen al die publicaties kwamen over de omvang van de islam, hebben die zendelingen uit hun neus zitten vreten. Hebben we daarvoor al dat zilverpapier bij elkaar geraapt? Hebben zij daar mooi weergespeeld van onze inspanningen en intussen de islam laten voortwoekeren? Nou zitten we met de gebakken peren. Wat bezielt iemand om te denken dat hij een boodschap heeft, want daar begint het mee, die honderden, duizenden, misschien wel miljoenen mensen, dat die daar iets aan hebben? Ja, dat komt natuurlijk voor een groot deel door mijn opvoeding. Ik ben in de traditie opgevoed van iemand die op een preekstoel staat en uitlegt wat er in de Bijbel staat. En dat is niks anders dan grote klassieke verhalen
van een moraal voorzien. En ja, dat is wat ik doe en gedaan heb, altijd. Dus de actualiteit ook terugbrengen naar eigenlijk een verhaal, een klassiek verhaal. En daarom vind ik het zo jammer dat heel veel van de huidige actualiteit, en dat schrijf ik ook in het boek, niet boven het kleine roddelstadium uitkomt. Dus je hebt niet meer de echte grote verhalen. Dat is het treurigste van roem. De verwording van je naam. Hij staat, zoals bij Heineken en Philips, meer voor het product dan voor de mens. De meeste mensen in het land waar ik vanuit het vliegtuig op neerkijk, kennen me. Denken me te kennen. Ik ken mezelf nauwelijks. Niemand wordt er beter van het verbeteren van de wereld dan de wereldverbeteraar. Wat doen roem en rijkdom, hè, die zijn Freek de Jonge absoluut niet ontgaan, nee, met idealen? Ja, die zijn er dodelijk voor. Dat wil zeggen, je hebt ze nog wel, alleen je merkt dat ze niet te verwezenlijken zijn. Meer dan wanneer je geen geld hebt. Noem maar eens één. Nou ja, dat iedereen in gelijke mate gelijk verdient, zich gelijk kan ontwikkelen, gelijk kan deelnemen aan de maatschappij. En ja, ik woon in een huis, daarmee eis ik al heel veel van de weinige ruimte in ons land op. Zeg maar meer, veel meer dan mij gewoon gemiddeld toekomt. En dan heb ik nog een tweede huis, dus ja, dat zijn die wonderlijke paradoxen. Maar die huizen kun je toch verkopen? Zeker, je kan ook in een hutje op de hei gaan wonen. En dat heb ik dus niet gedaan. Waarom niet? En omdat ik niet zie dat de wereld daar beter van geworden zou zijn. En nou ja, ik ben ook een hedonist. Ik geniet ook van wat ik verworven heb. De idealist Freek begon op de planken samen met Bram Vermeulen. Als Nederlands hoop in bange dagen voerde het duo in 1978 de actie Bloed aan de Paal. Bram en Freek wilden dat het Nederlands elftal het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië zou boycotten. Uit protest tegen de junta van Videla. Je ziet bij de neutronenbom wel hoe geëngageerd de mensen zijn. Ze hebben wel het gevoel dat niet langer kan, zo'n bom. Maar ja, daar hoeven ze dan ook echt niks voor op te offeren. Dus dat is een massaal antwoord. En hier zijn in feite, behalve de spelers zelf, zijn ook alle televisiekijkers betrokken. De televisiekijkers zijn betrokken. Kunnen ook niet veel verder zien dan die 3 weken voetbal. Nou, dat vraag ik me af. Een heleboel kijken juist wel verder. En die denken van, ja, dan kunnen we nergens meer sporten. Precies. Toen kwam Argentinië weer om de hoek. Want prins Willem-Alexander ging trouwen met een Argentijnse, notabene, dochter van iemand die in het Videla-regime had gefunctioneerd. Toen was er een stilprotest. Zo heette dat. Nou, ik heb me er nog wel behoorlijk voor laten gelden, hoor. En toen was Freek de Jonge tegen de oorlog in Irak en oogste die kritiek door voor onze jongens notabene in Irak te gaan spelen. Ja. Zit daar een lijn in? Ja, vind ik wel. Ten eerste zit er een lijn in van onvoorspelbaar zijn. En ten opzichte van het Argentinië-verhaal, ja, blijf ik van mening dat het van ons land en van een dat het niet verstandig is om je koninghuis te lieren aan een fascistische familie. Dat vind ik, dat blijft een eeuwige doem. En dom. Dus die mening zal niet veranderen. Wat betreft het tegen de oorlog in Irak zijn en toch naar die troepen gaan, daar zie ik geen. Dat is geen NSB-gedrag. Ik heb niet meegevochten. Dan kun je zeggen, ja, je ondersteunt daar die troepen door voor ze op te treden. Nou, ik heb gezegd wat ik daar te zeggen had. Dat blijft wel in mijn hoofd natuurlijk. Van hoe zit dat nou? Hoe verantwoord je dat? En nou, de ene keer vind ik dat ik daar goed aan gedaan heb.
En de andere keer denk ik, ja, nou ja, het was niet nodig geweest. De ik-figuur in de roman die zegt ook, de mensen kennen me, denken me te kennen. En ik ken mezelf nauwelijks. Ja, nou ja, goed. Houdt die zoektocht dan nooit op? Nee, die houdt natuurlijk nooit op, omdat je elke keer weer nieuwe facetten bij jezelf ontdekt. En je ontdekt voornamelijk bij jezelf, en dat hebben we net ook even laten zien, hoe slagvaardig je bent om je steeds weer te verschuilen en in te dekken. Dus eerst roep je, ik ben de idealist. En op het moment dat je ziet dat je de idealist niet meer zo bent, dan heb je daar een theorie bij die het moet verklaren. En zo ben je jezelf voortdurend aan het verklaren, beschermen, verdedigen. En dat gaat er maar steeds om, nou ja, haal je die werkelijke ik eruit. Mijn vrouw heeft mijn bestaan vormgegeven. Is dat zo? Ja, in meerdere opzichten, ja. Ik denk dat ik een chaoticus ben. Met weinig discipline en zelftucht. En zij heeft dat extreem en heeft dat op mij overgebracht. Is voor een deel ook wel door Bram gekomen in de tijd. Maar ja, later zijn we zo dicht naar elkaar toegegroeid. Dit spel spelen we alleen maar voor onze dochter die in de zaal zit. Om haar te laten zien hoe goed het huwelijk tussen haar ouders is. Er zijn veel mensen in de buitenwacht die denken dat Hella degene is met de broek aan. Dat komt in alle interviews terug. Hella heeft de broek aan. Hella is de directeur van het bedrijf dat Freek de Jonge produceert. Is dat zo? Nou ja, de mensen moeten gewoon kijken wat eruit komt. Ik bedoel, sta ik in de spits en B, doen we wat ik wil. Dus, kijk, ze is resoluut. En maakt het wat uit wat de buitenwachter van denkt? Nee. Ja, kijk, het is natuurlijk nooit prettig om met misverstanden te moeten leven. Maar dat is inherent aan... ik schrijf ook ergens over... Het imago is in de seconde gevormd en de rest van je leven. Dus als dat idee geworteld is, dan kom je er nooit meer vanaf. Ik heb het voorrecht gehad zowel mijn vader als mijn zoon te mogen begraven. Van mijn vader heb ik de wijsheid achtergehouden en van mijn zoon de eeuwige jeugd. Wij hadden een paar jaar geleden een zoon van 3 maanden verloren. Op het Waddeneiland waar hij een jaar eerder verwekt was. Toen alles volmaakt leek. Er ging geen dag voorbij of de beelden drongen zich op. Dan hoorde ik weer die afschuwelijke kreet van de gewaarwording en dacht vol weerzin en verwijt terug aan mijn onbeholpen poging tot reanimatie. Met mijn veel te woeste mond-op-mondbeademing moet ik het kind opgeblazen hebben. Wij besloten het kind op Texel te begraven, waar zijn korte leven begonnen was. Daags na de begrafenis van het kind was ik weer gaan optreden. De lach sneed de eerste avond door mijn ziel. Maar de grap verdooft niet alleen de toehoorder. Tegen 500 of meer mensen praten ging me gemakkelijk af. 1 tegen 1 klapte ik dicht, bang voor dodelijke clichés. Ik had mijn ziel aan de duivel verkocht in ruil voor de lach. Ja, dat is in de werkelijkheid zo geweest, ja. En kijk, zonder te willen psychologiseren, daar moet een verklaring voor zijn. Nou ja, we zijn toevallig op Texel geweest afgelopen weekend. Voor de eerst na 30 jaar. En nou, daar loop je dus allebei weer rond met je gevoelens en je ervaring. En ik heb het eigenlijk nog nooit zo erg ervaren, maar daar ervaar ik gewoon van mezelf dat ik wat je noemt een binnenvetter ben, een introvert figuur. En die dus extrovert wordt op het moment dat hij naar zijn publiek toe gaat. Dat ze dat heel anders ervaart dan met iemand die hem dierbaar is om daarmee... Die moet het ook als het publiek horen. De bus zet ons af bij het hotel. Daar juicht mijn vriendin. Een jaar geleden val ik haar bij. Werd hij verwekt, ze duwt de kinderwagen voor zich uit de duin op. Ik
sleepte veel te zware koffer erachteraan. Plotseling staat ze stil. Een hand trekt het dekentje weg, ze verstijft. Ik wil naar haar toe rennen, maar de koffer heeft mijn hand vast. Ze rent alleen het duin op. Ik volg haar veel te laat en zeg het stomste dat ik ooit in mijn leven tegen iemand gezegd heb. In haar ogen zie ik het landschap, de kerk, de koeien, de golven, het duin. Het kind, de dood. De schuld. Zo doe ik het sinds jaar en dag als het me niet lukt een teleurstelling te aanvaarden. Dan maak ik er een nummer van dat ik uit mijn hoofd leer en na 100 keer spelen vergeten mag. Ja, ik kan me voorstellen dat dat bizar is. Maar... Zeker voor de vrouw in kwestie. Ja, maar die heeft ook haar eigen wereld. En het is natuurlijk wel zo dat ik... Ik ben natuurlijk wel dwingend. En dat is ook een reden waarom ik niet zo... Niet zo met mijn gevoelens te koop loop. Omdat ik weet dat zij daar misschien nog wel veel ernstiger onder leidt wat ik voel dan ik zelf. Ik maak het zo vaak mee dat ik terloops iets zeg waar zij een belang aan hecht wat ik er niet in leg. Maar ja, dat komt misschien door de pathetiek en het drama waarmee ik het zeg. Ik blijf natuurlijk toch op de een of andere manier altijd een acteur. En dat is verworden. Waarom lijkt alles wat ik ervaar en bedenk pas zin te krijgen als ik het met een publiek deel? Ik stam nog uit de tijd dat humor een wapen was. En... Op de avond van de Tweede Kamerverkiezingen, een jaar na de moord op de man die alles veranderen zou, verkeerde het land in een politieke crisis. Ik kreeg de gelegenheid mijn licht over het land te laten schijnen. Rechtstreeks, 5 kwartier, op het derde net. Na afloop van de try-outs beweerden de mensen dat dit het beste was dat ik ooit gedaan had. Nergens ter wereld krijgt iemand de kans zich 75 minuten ongebreideld tot het volk te richten. Dan kun je niet volstaan met een paar flauwe grappen. Dan moet je inzet bijna je leven zijn. Ik had boven het kneuterige politieke gekonkel en de kinderachtige satire uit moeten stijgen. Met een monoloog die ons land veranderd zou hebben. Zoals Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela hun land veranderd hebben. Maar ik durfde het risico van een afgang niet aan. En tekende daarmee mijn artistieke failliet. Dat is nogal wat. Misschien moet het zelfs zijn mijn menselijke failliet. Ik heb... die ervaring ook wel letterlijk gehad op die avond. En, Wat zijn mijn buren klootzakken? Ik zeg niet dat alle buren klootzakken zijn, ik kijk wel uit. Ik ben zelf ook buren. Maar mijn buren zijn wel klootzakken. Mijn buren zijn Marokkanen. Eigenlijk zijn het Turken, maar om reden van privacy heb ik er Marokkanen van gemaakt. Ik zeg niet dat alle Marokkanen klootzakken zijn, want niet alle Marokkanen zijn mijn buren. Al scheelt het niet veel. Het had verder kunnen en misschien zelfs wel moeten gaan. Wat had dan de boodschap moeten zijn? Ja, dat is dan weer precies het punt. Want zodra je dat dan gaat afvragen, kom je uiteindelijk weer terecht op wat je gemaakt hebt. Ik weet niet of dat nou in dit boek staat. Of dat ik dat in de vergrijzing heb, maar vorm en inhoud, waarheid en leugen. De waarheid is niet te verdragen voor een mens. En als je een waarheid, als ik mijn waarheid aan jou moet vertellen, kan ik hem niet zo vertellen. Ik moet hem vorm geven. En op het moment dat ik mijn waarheid vorm gegeven, ga ik liegen. Steek even uw hand op. Wie van u is bang om zijn hand op te steken? Die mensen komen, hoe je het ook weet of keert, voor de lach. Die komen niet voor de inhoud, maar voor de lach. Is het zo plat? Komen voor... Voor de vorm. 80-90% voor de vorm. Ja. Ja, daarom kunnen mensen die alleen maar vorm laten zien in het cabaret tegenwoordig zich zo makkelijk handhaven. De nieuwe generatie is alleen maar vorm en geen inhoud? Voor een groot deel vorm. Er zijn er een paar die worstelen met de inhoud. Wie? Ja, Theo, Maas, Neur.
ja. Wat deed mijn vader op zijn studeerkamer behalve preken maken en roken? De monnik spelen? De geduldige voorbereider van de beschaving uithangen? Mijn God, wat een verspilde moeite. Had de dominee's zoon toen hij als cabaretier begon Jezus voor ogen die de geldwisselaars de tempel uitsmeet, of niet? Nou, die illusie heb ik nog wel eens gehad, ja. Want dat was natuurlijk, ja. En? Zijn er wat geldwisselaars die de tempel uitgesmeten zijn? Ik zal niet zeggen dat ze nu bij mijn kind aan huis zijn, de geldwisselaars, maar... Ja, het is zo wonderlijk... dat je dus in 35 jaar eigenlijk vrij geleidelijk een verandering meemaakt. Waardoor je zelf het gevoel hebt dat je nog steeds dezelfde bent, op dezelfde manier leeft. Maar er is natuurlijk ontzettend veel veranderd. En de pretentie waarmee je tegen die wereld aankeek en dacht van nou, dat gaan we zo en zo. Ja, dat is natuurlijk heel... Daar ben ik natuurlijk wel van afgekomen en afgestapt. Had ik zo pontificaal tegen die journalist moeten zeggen dat ik ging stoppen? Ik wil stoppen en doorgaan. Dat is het probleem. Roekeloos zijn en me verantwoorden. Wanneer is het moment daar om te stoppen voor Freek de Jong? Nou, ik denk als ik er dood ben neerval. Want ja... In de programma's, de vergrijzing die ik nu ga maken... Ben ik op een zeker moment als dementerende oude man... Sta ik gewoon op het podium. En het publiek amuseert zich kostelijk. Dus ja, wat is er voor reden om mij en het publiek dat genoegen te ontnemen? Dus ja, ik kan in wezen doorgaan tot ik dood ben. Is dat omdat er nog een boodschap is of is het om de verslaving aan aandacht? Ja, deels, maar ook om gewoon noem het maar even in Duits, de weerdegang van een mens. Om gewoon te laten zien, kijk, dit begon, want dat is het mooie natuurlijk ook, het is allemaal gedocumenteerd. Zo begon hij op zijn 24e en nu is hij 80 en nu zien we dit. Het is natuurlijk hartstikke leuk en interessant. En als ik ook... op mijn manier in het leven blijft staan... dan heb ik ook de indruk dat die teksten ook blijven komen. En betekenis hebben. Het klinkt als sterf als Tommy Cooper, maar er is geen haast bij. Nou, liever niet, nee. Nee, ik... Nee. Maar dat is natuurlijk... Ach, ik roep ook tegen iedereen op het moment dat het niet meer kan... Schreeuw het in mijn oor en sleur me eraf. Dank u wel. Vanaf 31 augustus staat Freek de Jong in het theater met De Vergrijzing. Met elke week een ander en totaal nieuw programma. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website www.netwerk.tv. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.